Heilige seksualiteit. Wanneer we over seks gaan praten, zitten daar heel veel taboes. Heel veel taboes. En seks, seksualiteit, sensualiteit heeft alles te maken met de intieme relatie die we hebben met onszelf. Mannen, vrouwen, we hebben allemaal onze issues met ons lichaam. Terwijl, dit is ons lichaam. En ja, je kan er wat aan veranderen, maar dit is het. En de kunst is om goed voor jezelf te zorgen en om liefdevol met jezelf om te gaan. Nou, wat ik heb geleerd in mijn eigen seksualiteit en mijn sensualiteit is dat ik was altijd heel onzeker. En jongens, mannen vonden me altijd heel erg leuk. En ik had een vader en die zei, pas op voor jongens, want ze willen altijd wat van je. Hij zei, ik ben jong geweest, ik wilde ook altijd wat van meisjes. Nou, en het was ook eigenlijk zo. Jongens wilden altijd wat van me. Ik kreeg net een beetje die ja, kom nou. En ik dacht, gezellig met een vriend een avond door te brengen. Die wilde dan toch met me zoenen. Dus mijn ervaringen met seksualiteit en mijn eigen seksualiteit, dat vond ik echt heel spannend. Zoenen vond ik op een gegeven moment wel leuk met jongens. Maar mijn vriendinnetjes hadden allemaal seks en die waren jong, 13, 14, 15. En ik had echt zoiets van, joh, nee, dat is niet iets voor als je jong bent. Dat is iets voor als je ouder bent. Dus ik had ergens al een besef van, ja, weet je, wat beleef ik daaraan? Dus ik ging experimenteren met seks. Nou, ik vond het ook echt geen reet aan, want ik zat voor geen meter in mijn lijf. Gewoon niet. Een jongen stak zijn vingers erin, in mijn vagina. En wat moet dit leuk zijn? En een vriendinnetje zei, en is het eindelijk gebeurd? En toen dacht ik, ja, maar moet ik daar iets van voelen? Moet ik dat leuk vinden? Mijn eerste vriendje, ik had zoiets, nou weet je, ik ben er klaar voor. En mijn eerste keer dacht ik ook, is dit nou zo leuk? En ik merkte dus dat ik helemaal niet aanwezig was. Zeker niet in mijn vagina en eigenlijk niet in mijn lichaam. Dat zoenen vond ik echt fantastisch. Iemand aankijken vond ik echt fantastisch. En ik ervoer altijd, als ik seks had, nog steeds, ervoer ik een wit licht in mijn systeem. Dus ik had altijd dat het energetisch zoveel met me deed. En als ik dat met mijn vriendje besprak, die had altijd zoiets van, wat, wit licht? Nee, daar heb ik helemaal geen last van. Zei ik, ja, maar voel je dan ook die warmte en die sensaties in je lichaam? Nee, dus ik dacht ook altijd daarin dat ik gek was, dat ik raar was. Dus elk vriendje die ik heb gehad, had ik het weer over dat witte licht. En zij hadden het alleen maar, nee, jij moet gewoon klaarkomen. En ik had zoiets van, ja, maar ik ervaar heel veel andere dingen in mijn lichaam. Dus in die intimiteit die ik had, ja, dat was gewoon een beetje plat. En ik zat gewoon niet zo in mijn lichaam. Ik heb een sportopleiding gedaan, dus ik deed veel met mijn lijf. Ik had met mijn eerste vriendje, had ik 4 jaar verkering mee en we hadden eigenlijk altijd seks. Maar ja, was het nou leuk? Ah ja, het hoorde erbij. Ja, het was gewoon sporten. En op een gegeven moment kreeg ik een ander vriendje en die was heel liefdevol voor me en heel teder. En dan merkte ik dus op een andere manier te voelen. En ik merkte dus door in verschillende relaties te zitten, ervoer ik dus wat ik deed met mezelf met een bepaalde man. En wat die man, wat zijn effect was op mij. En zeker dus met het contact met mijn eigen lichaam. Ik was helemaal niet zo verbonden met mijn eigen lichaam. En eigenlijk leverde ik me maar gewoon uit. Ik was eigenlijk een gat voor zo'n man. Ja, het is heel erg om te zeggen. En die man die leefde zich uit. Ja, vond ik het nou heel erg leuk? Ja, ik vond het wel fijn. Maar ik hield me altijd terug. Er was altijd een gereserveerdheid in mij. En ja, ik hield me terug. Ik zat gewoon niet zo in mijn lichaam. Dus ik werd ouder en ik kwam in contact met yoga. Ik kwam in contact met tantra. Ik kwam in contact met mijn eigen lichaam. Ik kwam in contact met mijn eigen pijn, mijn eigen blokkades. En door uit mijn hoofd te gaan, voorbij mijn schaamte, voorbij schuld, daar waar ik mezelf altijd tegenhield. Ik hield mezelf zo tegen. Ik mocht niet volledig zijn. Mijn benen helemaal open, weet je, donker. Dat was in het begin. Ik dacht, nou, weet je, wat spannend is dat als iemand gewoon zo één is met, ja, met mijn vagina, met mijn borsten, met mijn lichaam. En ik heb zo vaak, heb ik gezegd tegen een man, hallo, ik ben er ook nog. Het gaat om mij. En mannen snapten dan niet waar ik het over had en het was veel te kwetsbaar om erover te praten. Nou, ik werd ouder en
Ja, op een gegeven moment, ik had de mooiste ervaringen met mezelf. En dan heb ik het niet over seksueel, maar sensueel. Ik kwam in contact door met yoga te doen en mijn lichaam te openen, kwam ik in contact met mijn eigen plezier van binnen. Ik ervoer dat er in mijn bekkenbodem, daar was een soort honing aanwezig. Mijn teacher had het over juice, ojas. En ik heb dat een beetje beschreven in de Ayurveda. Ojas, die onvoorwaardelijke liefde, dat is een beetje nectar. En ik voelde een sappigheid in mijn eigen bekkenbodem, in mijn eigen buik. En dat ken je wel als je opgewonden bent of als je geil bent. Hè, dan word je nat, word je opgewonden. En ik deed helemaal niks. Ik zat mantra's te zingen. En er ontstond toch een sappigheid in mijn lichaam. Een genot. En ik zei, wow, ik voel mezelf zo zacht als een persik. Weet je dat je zo'n rijpe persik hebt en je hapt daarin? En ik merkte dat mijn mond en mijn bekkenbodem, mijn vagina, die waren met elkaar verbonden. En op een gegeven moment, alles wat ik in mij deed, tot mijn nam oraal, kon ik in mijn bekkenbodem voelen en ik kon daarvan genieten. Dacht ik, hemels, wat gebeurt hier? Wat gebeurt hier? En toen ervoer ik dat mijn vagina, mijn bekkenbodem, was een toegangspoort van energie. Een toegangspoort tot mijn hart, tot mijn allerdiepste intieme zijn. Oeh, en toen dacht ik, jeetje. En ik ervoer dat mijn vagina, de binnenkant is dan zo ribbelig. En opeens zag ik mijn vagina als een pioenroos. Een pioenroos die helemaal open is. En moet je nagaan, die zachte blaadjes van een pioenroos. Oh man, nou toen voelde ik pijn. Toen ik die zachtheid in mezelf ervoer, toen dacht ik, oh, wat heb ik toch gedaan met die mannen? Wat heb ik allemaal toegestaan? De hardheid, ik wil bijna zeggen het geweld wat gewoon mijn vagina is binnengekomen al die tijd. Met verschillende mannen. Gewoon geen contact. Toen dacht ik, jeetje, als ik zo'n bloem ben, dan moet zo'n penis, die komt toch met zijn kop binnen en oh, wat een gevoeligheid is dat. Hè? Dus dat, als die twee bij elkaar komen, jeetje, wat een zachtheid en wat een respect vraagt dat. Dus ik ging mijn lichaam anders beleven, ik ging intimiteit anders beleven, ik ging seks anders beleven. En los van het feit dat ik zo in contact kwam met mijn vrouwelijkheid, met mijn sensualiteit, met mijn sappigheid, met de schoonheid van mijn seksualiteit, mijn sensualiteit, ging mijn hart daarbij helemaal open. Dus opeens had ik een bloem in mijn vagina en ik had een bloem in mijn hart. En opeens dacht ik, oh, die twee zijn met elkaar verbonden. En dat witte licht wat ik al mijn hele leven zag, het werd sterker en sterker en ik voelde dat mijn sensuele, seksuele energie gekoppeld was aan mijn levenslust en dat stroomde door mij heen. En het was een creatieve kracht in mij. Gewoon een creatieve kracht in mij wat vrijkwam. En dat licht wat ik altijd had gezien, was mijn energie die in eenheid wilde met de ander. Maar doordat de ander daar niks van begreep, zat ik in mijn eentje een beetje zo. En dat zijn gewoon brain orgasms. Dat zijn, dat is een energie die langs je wervelkolom omhoog gaat, kundalini, daar spreek ik over in de zielmodule. Oeh, er kwam een energie omhoog en mijn lichaam ging als het ware zelf bewegen. Mijn lichaam ging vanuit haarzelf dansen. Mijn Shakti, de danseres in mij, kwam vrij. Nou, ik fijn, want vanaf mijn 31ste ging ik seks op een hele andere manier beleven. Maar, nu had ik het ook over partnerkeus. De man in kwestie tegenover me. Dus ik heb gezocht. Ik heb geprobeerd. Ik heb geëxperimenteerd van, dat moet toch op een manier zijn die ik ook ervaar. Dus op een gegeven moment kwam ik een man tegen. Die deed dat. Die ervoer mij als die bloem. En die kwam zo bewust bij me binnen. Dat het eerste moment dat hij bij mij binnenkwam, ging mijn hart open. En niet alleen mijn hart, mijn
mijn baarmoedermond bovenin mijn vagina, de cervix. Zo, die begon meteen te tintelen. Ik dacht, wat is dit? En deze man was zo bewust. En hij vertelde mij ook, hij zegt, ik voel elk detail van jou. Toen dacht ik echt, wat gebeurt er nou? Maar deze man, die voelde mij. Die zag mij. Die hoorde mij van binnen. En helaas kon hij niet zo goed met zijn kwetsbaarheid omgaan, met zijn hart. Dat we daar niet over konden praten, dat we dat niet konden uitvouwen. Maar ik hunkerde om op die manier seks te hebben. Dus ik ging experimenteren met vriendjes. En op een gegeven moment kwam ik een man tegen. En er gebeurde hetzelfde bij. En ik ervoer de energiestroom van hem en mij door elkaar heen. Toen dacht ik, jeetje, dat dit bestaat. Ik ervoer een eenheid in ons seksueel contact, in de intimiteit. We keken elkaar aan en er stroomde zoveel liefde door onze ogen, door onze lippen, door ons hart, door onze verbinding, onze samenzijn. Dus ik ervoer in die heilige seksualiteit zoveel liefde vanuit mijn bekkenbodem, mijn vagina, mijn hart ingaan. En het stroomde door mijn ogen naar hem. En wij waren een eenheid. En halleluja, dankjewel voor deze ervaring. Want dit is wat voor mij seksualiteit is. En in de oudheid, in onze tijd van Egypte, in onze tijd van Atlantis, als priesteressen, als priesters, waren wij één met elkaar. En daar was seks ook voor bedoeld. Mensen zeggen het ook, hè? Procreation. Het is om voort te planten, maar het is om je spiritueel energetisch te verhogen. En we spelen hier met levensenergie, kundalini, shakti. Wow, dit is een samenspel van twee mensen die bij elkaar komen, wat energetisch zo krachtig is. Jij kan seks en je seksualiteit en je sensualiteit op zo'n manier gaan ervaren. Maar daar moet je door alle blokkades heen die je hebt opgeworpen in je hoofd. Alle schaamte die je hebt over je lichaam. Alles wat je kwetsbaar vindt, wat je spannend vindt. En het nodigt uit om je grenzen aan te geven. Om tegen een man te zeggen, heel langzaam nu. Heel langzaam. En die man, jij hoeft je niet afgewezen te voelen. En wij als vrouwen kunnen natuurlijk de man plezieren op een manier die voor hem fijn is. Hè? En dat vraagt ook weer aantrekkingskracht, sensualiteit om, die mannen, wat zij allemaal kunnen voelen, mannen wat jullie allemaal kunnen voelen. Porno is echt helemaal niks. De slow sex, de slow motion. Je kan ook de man door in die zachtheid te komen om gewoon zijn anus te ontspannen, je hart te openen, een vrouw aan te kijken, om volledig in een stroom van de liefde aanwezig te zijn. Oh my god. Dat is goddelijke seks. Dat is zo zacht, zo puur, zo zuiver. En dat nodigt ons uit om in de diepste, diepste, diepste kwetsbaarste stuk van onszelf te zijn. Dus jezelf volledig te zien, jezelf volledig te horen, jezelf volledig te zien. En de ander volledig te zien, te horen en te voelen. Dus dat is uitspreken. Dat is kwetsbaar zijn. Dat is zo liefdevol en zacht zijn naar elkaar. En ik gun de hele wereld deze seks. Deze liefde. En dan komen we op liefdebedrijven. Hè? Want dat is het. Het is dus de liefdebedrijven tussen twee mensen, twee lichamen. Maar van binnen zijn er twee zielen. Dus de zielen verbinden zich in liefde. En als je die liefde dus zo bedrijft. Kijk, als er dan kinderen komen. Het zijn echt liefdesbaby's, om het zo maar te zeggen. Dat is niet zo. Oké, kom, we gaan ons best doen. We moeten er klaarkomen, want we moeten zwanger worden. En die kinderen van nu, laten we dat ook even zeggen. Die kinderen van nu, die willen gewoon de papa en mama, de liefde bedrijven. Dat die zielen samensmelten, zodat de ziel van het kind kan incarneren in de vrouw. Heel hoofdstuk apart, kan ik je heel veel over vertellen. Dus, en op een gegeven moment wordt die vrouw zwanger. En dan voel je de energie van je kind in je lichaam. Wow. Nog meer liefde in je lichaam. En op een gegeven moment ga je bevallen. En je opent van je bekkenbodem. Je opent je vagina. Je vagina is een toegangspoort. En daar zit zoveel kracht. Daar hoef je niet eens meer bang voor te zijn.
je lichaam kan het. Er zit dan zoveel kracht om vanuit liefde en verbondenheid dit lichaam, dit nieuw leven op aarde te brengen. Echt hemels. Ja, bevallen kan dan ook hemels zijn. Dat zou je niet denken. Ik moet het nog ervaren. Dus het is fantastisch. Dus seksualiteit. De penis is een toegangspoort tot de vrouw. En de vagina is een toegangspoort voor de man om zijn hart te openen. Wow. De man heeft een plus in zijn penis. De vrouw heeft een min in de vagina. De vrouw heeft een plus in haar hart. En de man heeft een min in zijn hart. Dus ik kan je het voorstellen. De man opent de vrouw in haar vagina. De energie stroomt naar haar hart. En vanuit haar hart, haar mond, haar ogen, haar hele lichaam, stroomt de energie naar het hart van de man. En via zijn penis komt er dan keer op keer weer liefde. Dus we krijgen zo'n fonteinstroom op al die gebieden. En dan komen we in die stroom van liefde in twee lichamen. Dus vrouwen, wij moeten het hart openen van de man. Dat kunnen wij met onze sensualiteit, met onze vrouwelijkheid. En mannen, jullie kunnen met jullie vrouwelijkheid, met jullie zachtheid de vrouw openen. Dus seksualiteit is een samenspel van twee mensen. Dus praten, kwetsbaar zijn en ervaren dat je een bij bent die van de bloem wil eten. De bloemetjes en de bijtje. Het verhaal komt wel ergens vandaan en is toch nog wel goed. Maar wow, zouden we maar seksuele voorlichting hebben als we 13 zijn, hè? Niks rampenstampen. Nee. Zachtheid, puurheid, respect voor je lichaam. Want jij als ziel zit in dit lichaam en er zit zoveel, ja, honing. Chocola, dat vind je fijn. Nou, ik kan eigenlijk niks verzinnen nu. Er zit zoveel mooie schoonheid, zachtheid, voelbare levenskracht, energie, liefdesenergie in jouw lichaam. Dus, met yoga oefeningen kunnen we daarbij komen. Kan jij in die verbinding komen met jezelf en voelen van wat zijn de blokkades in mijn buik, wat zijn de blokkades in mijn hart, wat zijn de blokkades in mijn lichaam, wat zijn de blokkades in mijn bekkenbodem. Ik wens je dat hele mooie. En ik wacht op die man. Dat ik weer alleen maar de liefde kan bedrijven. Want dat is het enige wat ik wil. Ik hoef geen lovers. Ik wil liefde bedrijven. Mijn hele leven wil ik liefde bedrijven. En dat kan. Weet je hoe enerverend, energiek, vitaal dat is? Ding, 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 ding. Casino. Check, check, check. Jackpot. Ga voor die jackpot. Niet minder. Ga voor die jackpot. Dus samensmelten. Praten. Kwetsbaar zijn. Zo spannend. Zo mooi, zo waardevol, zo belonend.